We beginnen bij de conclusie. Waterstof zit in de lift. Waterstof is een hele universele energiedrager. Je kunt erop koken, je kunt ermee verwarmen, je kunt erop rijden. Maar ook in de grote industrie zijn er toepassingen waar waterstof gewoon uitstekend geschikt is. Alles gaat eigenlijk veel sneller dan we gedacht hadden. Als het gaat over waterstof in de wereld. Het is echt een enorme gamechanger. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten wat dat eigenlijk betekent voor ons allemaal. Dat betekent goed nieuws voor de sector tijdens een netwerkevent georganiseerd door het H2-platform. Wat mij heel sterk verbaast is dat bijna elke maand wel weer een nieuwe aankondiging komt. Dat echt de hele sector, of het nou mobiliteit is, of het nou de opwekking is, of het de industrie is, de gebouwde omgeving, de hele systeemaanpak achter waterstof. Bijna elke maand zien we een nieuwe aankondiging omdat iedereen belangstelling heeft om met waterstof aan de slag te gaan. En dat is gewoon heel goed nieuws. Goed nieuws ook uit Brussel. Maar pas op, nu nog de invulling. Dus we hebben grote ambities neergezet voor 2030. En wat er nog niet en wat ontbreekt is hoe gaan we die ambities waarmaken. Even ter introductie, waar is Noord-Nederland? Dat is daar en wij worden de Hudson Valley. Dit staat wel vast. Met Europese steun wordt Noord-Nederland een Hydrogen Valley. Het past de regio als een soort handschoen. Past perfect. We hebben alle productiefaciliteiten, we hebben de pijpleidingen, we hebben de kennis, we hebben de wil, we hebben veel bestuurlijke draagvlak. En zelfs het ministerie, en ook minister Wiebes, die staan hier ook achter. Ik zou me echt wel kunnen voorstellen, of dat zou een hele mooie droom zijn die uitkomt, dat we waterstof zien als bovengrondse gasvelden. Waarbij wieken draaien op de windmolens en die produceren eigenlijk gewoon waterstof. We zitten dus hier en we willen hierin. En dit is het pad wat Hudson Valley voorstelt. Met het Heaven-project wordt dat heel concreet op alle fronten zichtbaar. Een groene toekomst. Een proef met een trein. Gaat in maart en april een test lopen. 2 weken lang gaat er een trein uit Duitsland de route in de avonddiensten rijden tussen Leeuwarden en Groningen. Een 20 megawatt electrolyzer in Delfzijl. Een datacenter met een H2-backup. Een waterstof aangedreven binnenvaartschip. 30 bussen. 8 zeer zware vrachtwagens. Dus denken aan 400 pk en meer, lange afstand. En dat is heel erg interessant en dat is gekoppeld aan het tankstation Green Planet in Pessen. En 105 lichtere passagiersvoertuigen. Maar daarvoor moet je ook een paar tankstations hebben. Dus er zitten ook een paar tankstations in het project. En last but not least, in Hogeveen 80 nieuwbouwwoningen op waterstof. Als dat werkt, dan gaat het uitrollen naar een grotere fase met 1000 of 1100 huizen. Dat is natuurlijk fenomenaal. Over bestaande woningen gesproken, Berenschot komt met de uitkomsten van een nieuw onderzoek. Hybride warmtepompen op waterstof gaan de energietransitie in heel Nederland betaalbaar maken. Dit is veel goedkoper dan het huidige officiële beleid. En het is ook veel sneller. Veel sneller. En je hoeft Nederland niet meer te verbouwen. Dus de politici kunnen de verbouwing van Nederland afgelasten. Ze hadden het eerst gepropageerd, toen zijn ze er een beetje op teruggekomen. Want ze zeiden dat iedereen in opstand kwam. Hier is het goede nieuws, dames en heren. Het is niet eens nodig. Want dit is veel en veel en veel en veel beter. Blijft de vraag, hoe kom je op korte termijn aan betaalbare groene waterstof? Behalve de groene waterstof is er ook zogenaamde blauwe waterstof. Waarbij je dus bestaande installaties afvangt, de CO2 afvangt en op zee onder de grond opslaat. Daar kunnen we op korte termijn, in de volgende 5-6 jaar, al hele flinke slagen mee maken. En daarmee kan je 80-90% van de CO2 reduceren. In Europa gaat het veel sneller dan wat ik een jaar geleden had gedacht. In Italië, in Spanje, in Portugal, overal zijn ze wakker geworden. Dus ja, Nederland loopt nog voorop. Ja. Dus we gaan nu allemaal, wat mij betreft, aan de borrel en we praten hoe we dat gaan fixen in 2020. Ja, dankjewel.